parasitaire wespen die leggen hun eieren in de larven van andere insecten. En in dit geval zitten die larven in de vruchten en ze zitten daarin verborgen. En wat die parasitaire wesp nou zo bijzonder is, is dat die met zijn legboor, dus waar dat ei uitkomt, die kan die insteken in die vrucht. En in die vrucht zelf kan die hem ook nog sturen in allerlei bochtjes, totdat hij die larve gevonden heeft. En dan kan hij heel precies het ei leggen waar hij dat wil hebben. Wij zijn bezig om nieuwe type naalden te ontwikkelen, gebaseerd op legboren van sluipwespen. Daar is in diverse medische applicaties behoefte aan, bijvoorbeeld bij procedures diep in het brein of bij bepaalde medische interventies rondom het ruggenmerg, waarin je eigenlijk om hele kwetsbare structuren heen wil en moeilijke plekken wil bereiken. Het mooie van de natuur is dat er miljoenen jaren evolutie hebben plaatsgevonden. Dus elk probleem wat wij bedenken, dat komen die dieren ook tegen. En over hele lange tijd hebben ze zich steeds kunnen aanpassen aan het voldoen aan die bepaalde eisen. En daardoor hebben zij, de natuur, eigenlijk alle oplossingen al min of meer gevonden die wij nu nog een keertje gaan bedenken. Als ik zo'n sluipwesp zie, dan kijk ik daar heel erg technisch naar. Zijn naald, zeg maar, is zo klein dat die wesp niet in staat is om de spiertjes in te bouwen. Dus het is een zuiver mechaniek. En dat is datgene wat mij in de tijd triggerde van, maar als het zuiver mechanisch is, kunnen we dat misschien makkelijk nabouwen. En we zijn nu zover dat we eigenlijk de dunste ter wereld hebben gebouwd, die zichzelf kunnen voortrekken door weefsel, dunste naalden ter wereld. En dat is wel gaaf, ja, dat is wel leuk. Het basiswerkprincipe van die naald, en in ieder geval hoe die rechtdoor gaat, ik denk dat we dat wel redelijk inmiddels door hebben. Maar hoe die nou precies stuurt, dat is nog steeds erg onduidelijk. Je wil uiteindelijk het hele systeem snappen. Je wil alles van die wesp snappen, van hoe die eieren legt en hoe die legboor stuurt. En iedere keer kom je weer een nieuw ding tegen en dan denk je van, nou, hoe zou die dit nou eigenlijk doen? Want als je kijkt ook hoe klein het allemaal is en wat ze er allemaal mee kunnen bereiken, is echt heel indrukwekkend.